Gino Coutinho, was het een zuivere goal? Dat denk ik niet. De eerste goal bedoel je, dat denk ik niet. Nee. Want wat gebeurt er volgens jou? Voorzet scherp aangesneden. En de speler komt inlopen, ik kies ervoor hem uit te komen. En volgens mij heb ik, voor mijn gevoel heb ik gewoon de bal onder controle. En werd hij uiteindelijk uit mijn handen geschoten. En keurt de scheidsrechter helemaal goed. Er wordt dan gezegd, hij heeft de bal niet klem. Maar volgens mij kan dat in die situatie ook niet. Wat is klem? En wat is, ik bedoel, volgens mij op het moment dat je zelfs met de vinger erbij spreken de bal op de bal hebt en de bal ligt voor je stil, ja, dan heb je hem in principe onder controle en is hij voor jou. Maar volgens mij hoef je hem niet met twee handen per se klem te hebben. Wat zei de scheidsrechter tegen je? Hij zei van dat hij dacht dat hij heel even los was en verder rest niet al te veel. Heb je de beelden al teruggezien? Dat bevestigde eigenlijk mijn gevoel gewoon. Hoe sta je dan hier? Hoe sta ik hier eigenlijk? Je behaalt als een stekker. Maar aan de andere kant weet ik ook van je verandert het toch niet meer. En het is nou eenmaal zo. Op naar de volgende wedstrijd, dinsdag weer. Gerechtigheid is dan even ver te zoeken. Sorry, dat wat? Gerechtigheid is dan even ver te zoeken. Ja, inderdaad. Ja, dat... We hebben hier gewoon pech deze wedstrijd. Ik bedoel, ook de penalty, dat kon ook net zo goed niet gegeven worden. En dan staat het nog steeds 0-0. En dan hebben wij misschien zulke momenten die we meekrijgen. En ja, dat, wat je zegt, deze wedstrijd was het misschien qua gerechtigheid niet helemaal oké. Okay. Is het geflatteerd? Denk ik wel, ja. Ja, weet ik wel zeker eigenlijk. Want? Het zijn twee momenten die de wedstrijd bepalen uiteindelijk. Moeten wij natuurlijk alles op alles zetten om de wedstrijd nog misschien een beetje onze kant op te kunnen krijgen. En scoren ze nog 3-0 in de blessuretijd. Maar ja, ik bedoel, dat is heel vertekenend. En nu? Nu door naar de volgende wedstrijd. Ja, ik denk dat, we hebben vaker gehad dat we gewoon een goede pot speelden en daarna verloren. Ja, of in ieder geval eerst wonnen en dan verloren. Maar ik denk dat het vandaag wel wat anders was. We hebben in ieder geval weer inzet getoond en gewoon heel veel...